In deze kamer was ik mijn YouTube kanaal begonnen. En dit was de kleur van mijn muren. Troep, 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 troep. Slechtste vlogger award kan naar mij. Ik weet niet eens wat ik allemaal heb gefilmd. Dit is trouwens de kleur van mijn muur. Geen vlekken. Ik wilde dus de spiegels hier gaan ophangen. Bleven niet zitten. Dus ik moet nog even kijken hoe en wat. En verder durf ik het niet eens te laten zien, jongens. Oprecht. Mijn plantje staat hier heel gezellig. Ik ga echt wel alles beter laten zien. Maar nu is het gewoon echt troep. Troep, 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 troep. En letterlijk zeg maar... Oh, dit is cute. Maar ja, het hele huis is gewoon troep. Dus ik kom zo goed uit mijn woorden. Ik moet over een kwartier overdracht doen van mijn andere huis. Ik moet even mijn huissleutel zoeken. Ja, ik had nog één sleutel. Waar heb ik hem? Oh, meiden, leeg. Kijk, hier hangen die spijkertjes wel. Zo raar, hè? Bij mij aan die groene muur viel het eraf. En dat meisje wat hier inkomt, ze vroeg hem af of ik het kan laten hangen. Ze neemt ook mijn balkonsetje over, want ja, heb ik niks meer aan natuurlijk. Oh, de keuken is zo mooi. Maar ja, de keuken die ik nu heb is letterlijk precies hetzelfde. Dus wat dat betreft maakt het ook niet uit. Even kijken, dit gangetje vond ik altijd leuk. Hier had ik die witte kasten. Badkamer. Nou, ik heb natuurlijk al een soort rondleiding gegeven, hè. Love it! Oh jongens, echt mijn huis van nu verschilt amper. En de slaapkamer. De gordijnen die soort van hangen, soort van niet. En this is it. Ik ga dit stukje hier soort van missen. Ik vind het heel leuk. En verder. This is it. Hij komt er zo aan. En dan is het klaar. En dan is het gedaan. Dan ben ik alweer verhuisd. Ik heb me echt kapot schoon gemaakt vandaag. Moest echt veel doen. Trouwens, wij keken toch naar van die roze verfkleuren. Dit is dat eigenlijk geworden. Niet roze. Maar dan moet ook nog even een laagje. Maar ik red het vandaag helemaal niet meer. Zoals ik al zei, ik ga niet ver weg wonen. Vandaar dat ik dus steeds op mijn sloffen loop. Het is zodanig dichtbij dat ik tussen het nieuwe en het oude huis gewoon op mijn sloffen heen kan. Dus dat is heel chill. Maar goed, wat zou ik nu gaan doen? Misschien nog even oud papier snel weggooien. Is dat ook gedaan. Goedemorgen zonder zorgen. Het is weer een nieuwe dag. En ik ben meer dan gesloopt op dit moment in het leven. Ik heb net weer de spiegels opgehangen. Ik weet niet of ik dat al had verteld. Maar ik had alle drie de spiegels opgehangen. Die ik zeg maar ook in de woonkamer had. Ik vind dat heel mooi bij dit kleurtje. Ik ga even opzoeken hoe deze kleur heet trouwens. Want voor mensen die daar geïnteresseerd in zijn. Geestende. Zo heet hij. Dat is de kleur. Maar zie hoeveel lichter dit lijkt. Want ik dacht ook van, misschien is het wel te licht. Want ik had dit kleurtje ernaast. Zie dat? Hier twijfelde ik tussen. En ik ben zo blij dat ik voor geestende ben gegaan. Vind ik echt een hele mooie kleur. De spiegels vind ik heel mooi erbij staan. En ik had zeg maar nog wat van die plakkers. Want ik had best wel veel gekocht. En ik dacht, nou, de vorige keer vielen ze het zweekje van de muur af. Maar misschien is dat zo omdat de muur toen net geschilderd was. Nu is dat weer een paar dagen geleden. Ik moet nog echt kijken hoe ik dat met die auto's ga doen. Volgens mij hoor je dat namelijk echt heel erg. Nou, nu heb ik ook nog een raam open. Maar ook als ik het raam dicht heb, hoor je dat nog steeds. En moet even kijken of ik misschien het beter moet gaan isoleren of zo. I don't know. In ieder geval, ik moet echt even wat voor werk doen. Even zitten. Maar, wat wou ik nou zeggen? Ik heb geen koffie in huis. En ik heb ook geen eten in huis. Ik heb de supermarkt echt al zo lang niet meer gezien. De bouwmarkten en de IKEA wel. De supermarkt niet. Maar ik heb daar wel een oplossing voor trouwens. Kijk, we hebben hier zeg maar zo'n kastje. Met dingen. Met dingen. En ik heb hier
een hele mand met Y-food. En ik heb dus laatst weer een nieuwe gekregen. Want kijk, dit is natuurlijk ideaal. Want dit is koffiesmaak. En er zit cafeïne in. En dit is al meteen een ontbijt. Dus dan heb ik 2-in-1. En dan hoef ik nu niet, zeg maar, in mijn badjas naar de winkel te rennen voor koffie en eten. Maar ik heb ook weer chocola gekregen. En banaan. Volgens mij hoorde ik net mijn ding van de muur vallen trouwens. Ik ga even kijken. Dat meen je toch niet? Dit was echt even veelbelovend. Maar het gaat hem niet worden. Nou, wat stom. Vind ik echt stom. Maar dat is het rare, zeg maar. In dat andere huis hangt het echt al maanden. En hier niet. Ik vind het echt heel stom. Hoe kan dit nou? Omdat het geverfd is. Maar dat is toch raar? Ik ben in mijn ouders oude huis, want ook mijn ouders zijn aan het verhuizen. En zo grappig. Kijk, toen ik daaruit ging, toen had ik hier een plank. Dit is mijn oude kamer, zeg maar. En dit was de kleur van mijn muren. Want dan hebben ze met chocolade omheen geverfd. Maar nu is de plank weg en nu kan je de kleur zien. Zo grappig. En ja, dit was mijn oude huis. Of mijn oude kamer. Vloer ligt er al uit. Heel grappig, want ik ga nu... ik ga nu namelijk de kast meenemen. Jongens, weten jullie nog waar ik echt al tijden over heb? Dat ik een kast zou krijgen. Dit is hem. Dus hier zou ik echt mijn hele leven in kwijt kunnen. Dus ik ben hier naartoe gekomen om dat ding nu helemaal uit elkaar te halen. Niet in mijn eentje natuurlijk, maar... En dan hopelijk krijg ik hem in mijn kamer, want hier zou ik echt alles in kwijt kunnen. Dus dat is wat er vandaag op de planning staat. Echt, iedereen is aan het verhuizen. Mijn ouders zijn aan het verhuizen. Ik ben aan het verhuizen. Ja, in deze kamer was ik mijn YouTube kanaal begonnen. Zo grappig, deze spiegels had ik opgehangen. En mijn broertje die heeft hier daarna ingezeten. Zo raar om dit huis zo te zien. Het echoot heel erg. Dan is dit de kamer van mijn zusje geweest. Echt blauwe muren ever. Ja, echt super raar om dit huis dan zo leeg en naak te zien nu. Maar goed, we gaan de kast uit elkaar halen en hopelijk binnenkort. En hopelijk kunnen we hem binnenkort dus in elkaar zetten bij mij op de kamer. Want ik heb heel veel spullen. En die kast die zou me echt heel erg helpen. Oké, net weer even deze hele kant leeg gemaakt. Oh, jongens, ben ik er klaar voor? Tadaa, dit is nu het geval. Dus hier gaan we één helft van de kast alvast in elkaar zetten. En de andere helft die staat nog bij mijn ouders huis. Dat gaat vandaag niet meer lukken. Maar we willen in ieder geval vandaag één helft in elkaar zetten. Ik weet het niet hoor. Of die er niet doorheen zit, mama. Dat weet ik niet. Het gaat hartstikke goed. Ik weet niet eens wat ik voor het laatst heb gefilmd. Het is vandaag in ieder geval zaterdag. En vandaag ga ik mijn verjaardag vieren. Want ik ben morgen jarig. Dus vanavond om 12 uur ben ik dan jarig. Geen idee hoe dat zal gaan. Ik heb wel wat mensen uitgenodigd. Ik zal jullie even laten zien hoe de woonkamer is geworden. Want het is best wel leuk. Tadaa! Die stofzuiger moet ik nog even wegdoen. Helemaal leuk zo. Die kast is soort van zwart geworden. Nou, helemaal leuk. Verder ga ik de keuken als een bar inrichten. Ik heb hier in mijn kamer nog best wel wat troep. Maar één helft van de kast staat. Van de week wordt de andere helft van de kast gebracht door mijn ouders. En dan gaan we hem in elkaar zetten en ook die deuren. Maar we waren een onderdeel vergeten mee te nemen. Waardoor dus die deuren niet in konden. Maar dan doen we dat allemaal. En dan gaat dat ook opgeruimd zijn. En dan heb ik voor de rest van mijn leven genoeg kastruimte. Ik ben in ieder geval nog dit. En dat moet even anders. Ik moet mezelf echt even in de stijger zetten. Ik ga eerst nog even douchen. Want ik heb de zelfbruiner op gedaan. Alleen
ik ruik echt naar een verbrande kokosnoot. Dus dat moet even anders. Goedemorgen jongens, het is vandaag een hele mooie prachtige dag. Dag waarop ik naar Amsterdam ga, dus ook echt lang geleden. Ik heb een cutie jurkje aan. Mijn huis en mijn kamer zijn nog steeds echt ontploft. Ik heb overal kastonderdelen liggen. Hier, hier. Het is zo'n drama. Ik heb mijn verjaardag 3 dagen lang gevierd. Het is nu ook even goed zo. Ik ga vandaag dus naar Amsterdam, want ik heb een meeting met Kruidvat. Kruidvat komt met een vernieuwde make-up lijn uit. En ze willen dat graag aan mij presenteren. Vind ik heel erg leuk. Vorig jaar, toen ze met hun lijn uitkwamen, kwamen er heel veel... kwamen er best wel wat kritische reviews, zeg maar. En daarom hebben ze alles aangebracht. En verbeterd. En dat willen ze graag presenteren. Dus I'm very excited. Eigenlijk helemaal 0 afspraken staan in Amsterdam. Behalve die van Kruidvat. Dus misschien dat ik daarna ook gewoon naar huis ga. Of misschien ga ik nog even iemand appen. Die wel wil afspreken. Geen idee. Ik ben zo niet voorbereid. Weken voelen tegenwoordig als dagen. Wat ben ik nou aan het zoeken? Oh, ik wist het net nog. Wat moest ik nou pakken? Oh ja, mijn zonnebril. Zal ik die even meenemen? Oh, nou, zoals ik al zei, weken voelen echt als dagen, vriendinnen. Ik weet ook niet hoe lang het geleden is dat ik iets heb geplaatst op YouTube of zo. Het is een chaos. Maar ja, straks is alles weer normaal. Maar waar is die zonnebril die ik op wil? Dit jurkje zal ik wel even linken in de beschrijving. Ik heb nog meer jurkjes gekregen van deze shop. Dus die zal ik ook nog wel even laten zien. Ik ben bij mijn meeting geweest met Kruidvat. Een heleboel leuke booties gekregen. En nog een hele doos vol. Dus ik ben ook heel erg benieuwd wat hier allemaal in zit. En nu zit ik lekker bij Hicks in Amsterdam met Manoni. Hallo. We hebben, ik heb in ieder geval een avocado toast met een gepocheerd eitje. En zij heeft zalm ook met gepocheerd ei. Natuurlijk zoete aardappelfriet, hoe kan het ook anders? Heerlijk. Ik heb hier een enorme doos gekregen, zoals ik al zei, van Kruidvat. En ik ben hier even op kantoor. Ik ga hem er even uithalen, want deze mega enorme doos is niet zo heel handig om mee te nemen. Dus ik haal alles eruit. Maar het is wel cutie. En dan doe ik het even in een tas en dan kan ik het veel handiger meenemen. Maar ik zie hier in ieder geval al een organizer. Met daarin nieuwe make-up producten van de vernieuwde lijn van Kruidvat. Maar daar vertel ik nog wel meer over. Oh ja, en er zit ook een ringlight in, zeiden ze al. Oeh, ik ga hier echt goed maken. Zo leuk. Selfie ringlight. Zo lief. We zijn echt zo lang verder. Of zo lang, oh, ik weet niet eens meer hoe ik moet praten, maar zo grappig, want ik heb net mijn vlog geëdit. Hetzelfde beddengoed hangt op dezelfde plek, maar we zijn echt een hele lange tijd verder. Ik heb de vlog nooit afgemaakt en ik zal jullie zo meteen even precies uitleggen waarom. Wacht, ik leg jullie even neer. Welkom in mijn nieuwe kamer, jongens. Ik ben oprecht heel blij. Echt. Het heeft lang geduurd. Totdat jullie ook echt iets van mij hoorden. En totdat ik... Nou, ik ga nu even zo meteen mijn kamer goed laten zien. Maar het heeft allemaal wel geduurd. En deze vlog die jullie net hebben gezien. Zeg maar dat ik nu nog even een stukje erbij film. Met mijn verjaardag en zo. Is letterlijk een maand geleden. En ik schaam me dood als ik dit nu zo zeg. Maar dat komt... Ik was het af en toe aan het editen. En dan keek ik naar mezelf... Wat mijn staat was überhaupt, ook op de dag van mijn verjaardag, echt bloed doorlopen ogen. Ik was gesloopt, kapot. Ik had geen idee wat ik aan het doen was. Nu nog steeds niet. Ik word nu soort van een beetje gedwongen om rust te nemen omdat ik ziek ben. Misschien dat jullie dat horen. Gisteren getest,
paar dagen geleden getest, daarvoor getest, steeds negatief. Dus dat is het niet, gelukkig. Maar ik lig echt al, ik zou bijna zeggen, bijna 2 weken uit de running. Ik ben heel erg kapot geweest. En dat is eigenlijk maar goed. En als ik de beeld terugkijk, ook logisch. Ik had best wel een hele stressvolle periode met verhuizing, mijn verjaardag en de deadlines die ik toen had lopen. Ik kon het allemaal niet bijbenen en ik wou het allemaal. En tegelijkertijd ook heel erg sociaal. Nou ja, jullie kennen mij. Ik ben een chaos. Dus dat heeft mij even genekt. Dus eigenlijk ben ik heel blij dat ik ziek ben. Het klinkt heel raar, maar ik ben best wel blij dat ik ziek ben. Het heeft me echt gedwongen om rust te nemen en om te reflecteren, denk ik. Ik ben ook heel blij dat deze vlog eindelijk online komt. Want ik wil steeds niet te veel van mijn kamer laten zien. Natuurlijk heb ik echt al heel veel laten zien. En ik heb ook het idee dat YouTube en Insta en TikTok toch allemaal niet meer zo loopt zoals dat vroeger was. Insta en YouTube liep echt zo door elkaar. In principe waren Instagram volgers altijd wel op de hoogte van wat er op mijn kanaal gebeurde. Dat is nu gewoon niet meer het geval, heb ik het gevoel. En TikTok is al helemaal een hele andere wereld. Dus daar heb ik het allemaal wel gewoon laten zien. Maar nu ben ik gewoon heel blij dat ik weer up-to-date ben op mijn YouTube kanaal. Er komt binnenkort weer een vlog aan. En ik heb ook nog een shoplog staan trouwens. Hij is zelfs nog in mijn oude huis gefilmd. Dus hij is echt best wel oud. En ja, laat me even weten of jullie hem alsnog online willen hebben. Ik heb hem al wel een keer soort van geëdit. Ik heb hem gewoon nooit online gezet en ik snap niet waarom. Want ja, nou anyways. Laat me even weten of jullie nog een shoplog willen hebben. Ik zal even kijken of alles nog wel op voorraad is bij de shops. Volgens mij wel, toen ik voor het laatst keek, was het allemaal nog op voorraad. Dus misschien is het nog steeds wel leuk. Dus laat me even weten. En voor nu wil ik dan jullie nu nog mijn kamer laten zien. En de spulletjes die ik van Kruidvat had gekregen. Ik vond het nog steeds zo leuk dat Kruidvat mij had uitgenodigd. Om te kletsen. Het was echt een hele bijzondere ervaring. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Ik heb natuurlijk daar helemaal niks van laten zien. Maar het was een hele intieme setting. We waren echt met z'n viertjes. Ik en mensen van Kruidvat. Ik vond het heel erg leuk. Echt heel, gewoon heel bijzonder. Heel veel insight informatie heb ik gekregen over de producten, ingrediënten en wat ze veranderd hebben, wat ze eruit hebben gehaald. Bijvoorbeeld de foundation is helemaal anders geworden. Het is nu echt een voelbare foundation. En als jullie het nog weten, het is natuurlijk alweer ruim een jaar geleden dat de eerste Kruidvat make-up line uitkwam. Dat was echt een moes. Omdat de reviews en het proces van die mousse foundation tegenvielen, hebben ze hem er helemaal eruit geschrapt en een compleet nieuwe foundation op de markt gezet. Dus dat vind ik gewoon, ja, ik weet niet, dat soort dingen, dat vind ik leuk om te weten, weet je wel. Ik zal jullie de kamer even laten zien. Trouwens, outfit check. Ja, wat verwacht je ook anders van mij als ik al 2 weken ziek ben, even eerlijk. Oh, en dit is echt het moment der momenten, jongens. Mijn kast, die staat er en die is er, man. Hoe lang heb ik hier al over gehad? Echt sinds maart, denk ik. En ik heb hem eindelijk, een half jaar heb ik erop gewacht. Maar dat komt, mijn ouders die hadden ook enorme vertragingen in hun verhuizing. Maar nu is alles goed gegaan. De kast staat. Hij is uit elkaar gehaald, in elkaar gezet. En het doet het gewoon. Het is nog niet perfect in elkaar gezet. Hij is wel perfect in elkaar gezet, maar hij is nog niet perfect geordend. Sneak peek. Ja, ik vind het heerlijk dat ik nu gewoon zoveel ruimte heb voor mijn troepjes. Love, love, love. Want hier heb ik bijvoorbeeld, hier heb ik allemaal schoenen. Schoenen. Nou, gewoon heel veel schoenen. En heel veel open schoenen. Ik wist niet eens dat ik zoveel open schoenen had. Nou ja, dus heel veel. En het past allemaal prima. Ik heb hier tassen liggen. En sportdingen. Nou, dat ik daar allemaal ruimte voor zou hebben, jongens. Ik had er bijna niet over durven dromen gewoon. Dus ik ben nu zo blij. Ik moet ook zeggen, de kast die neemt natuurlijk meeste ruimte in beslag. Van mijn hele kamer. Kijk, zoals je ziet, ik heb daar nog een klein stukje over. Dat wou ik ook graag. Ik wou de kast niet tegen de muur aan hebben. Want hier heb ik dan mijn studio lampen verstopt. Ik heb daar heb ik dus mijn wasmand, maar niet naar kijken, want het is echt overvol. Ik moet echt wasjes doen. En dan als je hier de kast hebt, heb ik hier dus mijn bed.
En deze kasten heb ik ook nog steeds. Ook natuurlijk stampersvol. Maar ik moet zeggen, ik heb nog wel echt veel vrije ruimte in deze kast. Dus misschien dat ik het, dat ik nog wel wat beauty dingen erin kan doen of zo. Ik weet het niet. Maar eigenlijk vind ik het ook heel handig dat ik hier ook heel veel beauty dingen in kan doen. Deze plankje misschien, die stond in mijn woonkamer. Nou ja, de bovenkant is natuurlijk niet helemaal opgeruimd. Ja, jullie kennen mij. Deze spiegel verander ik af en toe wel van plek. Ik had hem laatst hier nodig, maar ik heb hem normaal gesproken hier staan. En dit tijgerdingetje verplaats ik ook af en toe. Het ligt er net aan wat voor content ik moet maken. En het was voor mij heel handig dat die spiegel daar stond. En dan heb ik hier allemaal kruidvatdingetjes. Ik dacht, misschien vinden jullie het leuk als ik het nog even laat zien. Want ik heb ook nog dingen nagestuurd gekregen. En ik vind het er ook gewoon echt bijzonder mooi eruit zien. Bijvoorbeeld dit. Kijk, deze heb ik al een paar keer gebruikt. Vond ik ook heel fijn. Het is eigenlijk een soort van een BB cream. Nou ja, het is natuurlijk de anti-redness CC cream. Ja, ik kan het gewoon vergelijken met een BB cream. Dus qua dekking en hoe het voelt. Maar hier is er ook trouwens een echte BB cream. De mascara's zien er heerlijk uit. Echt, I love it. Foundation vind ik er zo mooi uitzien. Echt niet normaal. Ja, gewoon vormgeving vind ik echt heel mooi. Lipglossje. Primer. Deze nagellak vind ik ook super mooi. Ze zeiden ook dat dit hun bestseller was. Heel mooi. Maar ook skincare dingetjes. Ja, ik vind het er gewoon prachtig uitzien. Ik zou bijna niet zeggen dat dit huismerk is van Kruidvat. Een heleboel dingen. Even kijken. Strobing cream. Wenkbrauwgel. Ja, je hebt echt van alles. Concealer. De highlighter ben ik een enorme fan van. Trouwens, dit is de lichte variant. Ik heb hier tussen dingen die ik heel veel gebruik. Heb ik hem ook. Ja, deze gebruik ik nu echt elke dag. Ik vind hem zo mooi. Hij ziet er heel donker uit. Ik vind het wel heel erg meevallen. Het heeft een hele mooie gouden glans. In de kleur. Wat staat daar? Golden Jubilee. Wat? Jubilee? Oh ja. Nou, echt, echt een aanrader. Ik vind hem prachtig. Een oogschaduwpaletje. Het is gewoon echt super, super, super mooi. Ho. Waarom gaat alles goed? Nou ja, dat moet ik even goed doen. En ze hebben het echt gewoon met zoveel producten uitgebreid. Het is niet eens alles van wat ze nu hebben. En ze krijgen ook een eigen make-up schap in de Kruidvat. Dus het wordt super, super mooi. Ze zouden met een paar weken daarmee beginnen. Natuurlijk kan het niet in heel Nederland in één keer. Maar goed, het is nu ook alweer een tijdje geleden dat ik daar was geweest. Dus misschien dat dat het nu bij veel meer winkels is. Dus heel erg leuk. En voor nu wil ik dan de vlog nu hier afsluiten. Sorry voor mijn afwezigheid hier. Laat me even weten nog over die shoplog. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze video, jongens. En jullie zijn weer up-to-date met mijn leven. Ik ga weer meer video's maken. Ik heb er helemaal zin in. Alleen ik was gewoon met van alles en nog wat bezig. Maar ik kan eigenlijk niet meer wachten om het hier lekker te doen. Alle ruimte van de wereld. En ik ben ook heel blij met mijn huisgenootje. Voor degenen die het gemist hebben. Ik woon nu samen weer met een huisgenootje. Heel erg leuk. Echt, echt heel blij mee. En ik had even tijd genomen om daar even van te genieten. En mijn verjaardag veel te uitgebreid te vieren. Dus dat. Anyways, heel bedankt voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!